roomsoepje met paling, gerookte paling en bieslook. Fantastisch lekker soepje. We gaan eraan beginnen. Het is een roomsoepje. Een pot, een vuurtje eronder, wat boter. Om de duidelijkheid, we spreken altijd over goeie boter. Dan gaan we wat selder snijden. Dit is zeker te veel, maar dat zal voldoende zijn. We zien. Oké, dat is proper. Grove stukken. Dat is om te stoven. Blijft niet zichtbaar. Geen garnituur. Die moeten niet kleuren. Die moeten stoven. Prei. Wit van prei. Witte soep. Even doorsnijden. Buitenste eraf. Controleren op zand. Even kijken tussenin. Zo, dat zijn allemaal blaadjes. Hè. Als je dat een beetje openplooit en ziet, als daar niks tussen zit, oké, dat blijkt mij in orde. Hetzelfde, grove stukken. Alright. Een ui in tweeën. Een halve ajuin voldoende zijn. Ook in grove stukken. We hadden al wat kruiden, een beetje peper. Doe dat graag zo rechtstreeks op de groente. Waarom? Om dan zie ik eigenlijk ook hoeveel dat ik erop doe. Voilà. Zout. Oké. Die zijn goed aan het stoven. Een paar minuutjes en dan gaan we gewoon bloem. Dat is gewoon patisseriebloem. Gaan we erop stuiven. Hoe roeren, hoe laten drogen. En dat gaat ons bindmiddel geven voor onze soep. Normaal zijn alle crèmesoepen worden zo gemaakt, zo gebonden. Dus met boter, bloem, met een roux. En de andere soepje worden dikwijls met aardappelen gebonden. Dan krijg je die echte groentesoepen. Maar roomsoepen en velouté's over het algemeen, dat is altijd hetzelfde verhaal. Goed door elkaar zetten en dan eigenlijk goed drogen. Dat wil zeggen, die bloem moet bakken. Als je dat niet doet, dan kun je zo in die soep een bloemsmaak krijgen. En doordat je dat goed aanbakt en goed kleurt, gaat je dat niet hebben. Dat gaat zo'n beetje op de bodem zitten, maar daar moet je geen angst van hebben. Je voelt dat dat allemaal zo wat aan elkaar begint te kleven en dat moeten we hebben. Oké, dat is gebeurd. Wat is dit? Dit is visfumé. Wat is visfumé? Dat is een bouillon van koppen en graten van vis getrokken. Kookt 20 minuutjes, wordt gepasseerd en dit is afgekoeld in de frigo. Dus dat zijn allemaal dingen die je goed op voorhand kunt doen. En dan krijg je eigenlijk echt die gelatine. Bloemer, dat ze zeggen. Maar dat is door de gelatine van de graten dat je dat krijgt. En dan gaan we daarmee bevochtigen. Dus we kappen dat er gewoon op. Voilà, ons kruidenboeketje erin. En dat is de basis voor onze palingsoep. Dan gaan we dat rustig, die groente garen. En je ziet, dat begint al wat te binden. Hè? Maar natuurlijk smaakt het nog niet naar paling. Dat zijn de volgende stappen die we gaan zetten. Voilà, laat dit maar gaan. Dan moeten we niet meer in kijken. Dat kan ook niet aanbranden. We gaan beginnen met onze gewone paling. Dit is onze gerookte. Maar we gaan met hem beginnen. Wat gaan we doen? Gewoon fileren. Dat is niet zo moeilijk. Je ziet hier op de rug een streep eigenlijk die je gewoon moet volgen. Je moet daar je mes in steken en dat gewoon naar achter trekken en dat gewoon volgen. Zo eenvoudig is dat. En naar de voorkant ook gewoon blijven op die graad naar voren en gedaan. En dan voel je dat je op die graad zit. En dat is perfect. Steken we daardoor en dan houden we eigenlijk ons mes een klein beetje zo naar hier. Dat we op die graad zitten, ons mes gewoon naar beneden en hupsakee, dan naar de andere kant. Gewoon, je zit op de graad, dus je moet hem gewoon maar snijden en dan komt die filet daar mooi af. Nu gaan we de graad eruit halen, dat is weer hetzelfde verhaal. Ik begin hier eigenlijk, ik zet mijn mes. Ik
duw een klein beetje scheef. En ik trek daaraan en dan komt die filet er schoon af en dan heb ik hier de graad. Dus je ziet, dat is niet moeilijk, hè. Voilà. Zonder graad. Dit is de graad. Die ga ik even in stukken snijden. Even spoelen onder de kraan, dat dat proper en netjes is. Proper gewassen palinggraten. Dat gaat natuurlijk nog eens een extra goede smaak geven. En dan gaan we beginnen met onze paling te garen. We gaan die in stukjes snijden. In schuine stukjes. Dat is decoratief voor in de soep. We gaan de paling apart houden. Ik ga die dus apart garen. Een klontje boter. Onze paling erin. Klein beetje peper en zout. Op een zacht vuurtje. Gewoon laten stoven. Onze gerookte. Dat krimpt wel wat natuurlijk als die gerookt wordt. Dan verliest die weer vocht en dan wordt die wat kleiner. Maar ja, dat is lekker van smaak, hè. En dan zo vooral in onze soep krijg je die gewone paling. En dan die smaak van dat lichtjes gerookt. Ja, dat is een schitterende combinatie. We gaan hem eerst de velken al uitdoen. Want bij die gerookte paling hier is door de bereiding eigenlijk dat vel taai geworden. Dat kun je niet eten. Dat is een soort leder omdat dat gedroogd is eigenlijk. Met deze is dat rauw en dan gaat het dat niet hebben. Dan is dat eetbaar. Voilà. Even deze eruit. Goed. Je ziet dat gewoon vanzelf, hè. Hop. Je kop. Dat is al zeker goed. Die gaan we doorsnijden. Die gaan we mee in ons soepje hier doen, hè. Want dat gaat dat lichtjes dat gerookt dient geven, hè. Hier hebben we weer hetzelfde verhaal. Dit gaan we in onze soep doen, die relletjes en delletjes. Dan gaan we schoon stukjes van snijden. Voilà, ons soepje is klaar, de paling is klaar. We gaan onze soep passeren. Een roomsoep wordt niet gemixt. Dat wordt gewoon door een zeef gewreven. Even een handdoek. Even zo met een pollepel een klein beetje druk opzetten, dat we toch alles goed eruit hebben, hè. Voilà. Is dat wat ik bedoel, hè? Oké. Fantastisch schoon. Schoon gelieerd. Meer moet dat niet zijn. Top. Even terug opkoken. We hebben ze gepasseerd. En we moeten ook nog de room erin doen. Ik ga natuurlijk ons soep witter maken. Dat zal voldoende zijn, denk ik. Deze, de jus, dat is natuurlijk super lekker. Gaan we niet verloren laten gaan. Die gaan we er mee in doen. Voilà. Een moment om even af te proeven. Maar door dat gerookt, denk ik dat dat van kruiden en zout oké is. Super, misschien een klein beetje peper. Stukjes paling inleggen. Een paar stukjes gerookte. Dat is echt super, hè, die combinatie van die twee. Wat bieslook snijden. Dit is eigenlijk ook weer zo'n soepje dat wel iets moeilijker is om op voorhand te maken. Maar natuurlijk wel de visbouillon, de palingkuisen. Maar het klaarmaken en zo, omdat als die paling terug koud zou worden, wordt die nogal erg gelatineus ook en zo, dus ik raad aan van dat toch niet te lang op voorhand te doen. Maar al die andere garnituurtjes wel. Even kloppen. Waarom doen we dat? Gaan we dat wat luchtiger maken? Leggen we daar wat schuim op, hè? Als garnituurtje zo'n paar druppeltjes. En dan het laatste. Wat bieslook. Voilà, een soepje van paling. Fantastisch, lekker, feestelijk soepje van bij ons.
Wil je het namaken? Jam.tv